Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd lichte regen. Plaatselijk komen er opklaringen voor en de temperatuur ligt rond de 4 graden. Dag, dit is het TV West Nieuws van donderdag 23 januari en mijn naam is Renate Sonneveld. Mensen die zich Feyenoord-supporters noemen, hebben gisteravond Café de Klipper in Delft kort en klein geslagen. De kroegbaas zou zich te zeer als een pro-Ajax-fan hebben opgesteld. Dat melden getuigen van de gebeurtenissen aan Omroep West. Op de beelden van na het incident is een enorme ravage te zien. Zowel binnen als buiten de kroeg aan de markt in Delft zijn flinke vernielingen aangebracht. Ongeveer 15 fans brachten een bezoek aan de Klipper op de avond dat Ajax en Feyenoord elkaar troffen in de kwartfinale van de KNVB-bekerwedstrijd. De politie kwam af op een melding over een vechtpartij. Bij aankomst van de politie waren de ruziemakers al weg. Eén persoon meldde aan de politie dat hij geslagen was. Hij zou aangifte gaan doen. De hoge zweefbrug over de haven van Scheveningen komt er niet. Dat maakte de Haagse wethouder Marnix Noorder gisteravond bekend. Er blijkt te weinig draagvlak voor de plannen van de wethouder. De oppositiepartijen zien niks in zijn bouwplannen en ook binnen de coalitie is er veel verzet. Hier had hij moeten komen, een hoge brug over de Scheveningse haven. Met daaraan een zwevende veerpont om bezoekers naar de overkant te brengen. Maar het gaat niet door. Er was niet genoeg steun in de gemeenteraad. De oppositie was al tegen, maar de afgelopen weken bleek dat ook de coalitiepartijen, en dan vooral de Partij van de Arbeid, ook niet veel in het plan zagen. Ja, je merkte dat er een soort gevoel van ongemakkelijkheid ook wel in zat. Van deze aanbieding van de firma Trekwerk is onvoldoende overtuigend. Ja, dan moet je constateren dat het nog steeds wel noodzakelijk is dat hij er komt. Maar dan niet op deze manier. Noorder benadrukt dat er wel wat moet gebeuren in de volgende collegeperiode. Anders zou er ook nog een claim kunnen volgen van projectontwikkelaars die in het gebied gaan bouwen. Wij gaan ervan uit dat nieuw college, nieuwe raad, de middelen blijven er ook gewoon voor gereserveerd. Dat die in feite met de kennis die wij hebben opgedaan opnieuw een aanbesteding gaan doen. En dat er dan een partij geselecteerd kan worden die wel overtuigend is. Jaren was Noorder bezig met het maken van plannen voor een oeververbinding. Hij baalt dat het nu niet doorgaat. Ja, ik vind het jammer, maar met name jammer voor Scheveningen. Want Scheveningen kan wel investeringen in toerisme gebruiken. En juist met die oeververbinding maak je het echt goed bereikbaar. En zorg je dat die banenmotor die het toerisme toch is, op Scheveningen volop gaat draaien. Nu gaat u over 2 maanden weg. Maakt het dat niet extra zuur? Ik ben natuurlijk ook maar een tijdelijk fenomeen, zoals iedereen, in de continuïteit van de stad. De stad gaat door, Scheveningen gaat door en zo moet het ook. Dus nieuw college komt ongetwijfeld met een goede oplossing. Richard de Mos hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag hoge ogen te gooien met een aantal bekende Hagenaars als lijstduwers. Groep de Mos heeft de krachten gebundeld met de oudere partij en verwacht in maart zeker 10 tot 15 zetels te halen. Op de lijst staan 35 kandidaten, onder wie zanger John Medley en uithofdirecteur Eugène Lacroix. Richard de Mos presenteerde zijn verkiezingsprogramma gisteravond in de Uithof. Richard de Mos. Is dit het droomteam van Groep de Mos? Ja, het droomteam. En je ziet ook een feestje waard. Want we hebben het beste verkiezingsprogramma van Den Haag geschreven. Met mensen die hun voelsprieten in de stad hebben. John van Zweden. Ja. Voetbal-icoon een beetje van Den Haag. Ja. Waarom Groep de Mos? Nou, ik ken Richard natuurlijk al een hele tijd en ik vind Richard een verschrikkelijk goede politicus. Wat zijn nou de allerbelangrijkste punten uit dat verkiezingsprogramma van Groep de Mos? Nou, dat zijn heel simpel de ouderen. Straks 100.000 Hagenaars in 2020 zijn 65 plus. Dus een vergeten doelgroep, daar gaan we ons hard van maken. John Medley, volkszanger. Ja. Ja. Groep de Mos, waarom? Ja, Groep de Mos, hij staat voor Den Haag. Ik kom uit Den Haag. Dus alles wat ik beter ken in Den Haag momenteel, vind ik goed. Dat is natuurlijk ondernemend Den Haag. Wij hebben op onze lijst veel ondernemers die getroffen worden door gemeentelijk falen. Eugène Lacroix, eigenaar van de Uithof. Ja. Waarom de Mos? Ja, een goede partij die opkomt voor de ondernemers. Ja, we hebben hem omgekocht, hè? Ja, dat zeggen ze. Maar wij zijn heel transparant. Ja, en wij willen ons hard maken voor alles wat Haags is. Bijvoorbeeld ook de pier van Scheveningen die we willen redden. Arina van der Zwan. U heeft al voor PPS in de gemeenteraad gezeten, maar nu bij Groep de Mos. Waarom? Ja, waarom? Omdat Groep de Mos de enige partij is met een apart programma voor Scheveningen. Nou is het met veel nieuwe partijen zo. Die gaan met veel enthousiasme die gemeenteraad in. We zullen geen partijen noemen bij naam.
Maar die vallen daarna een tijdje uit elkaar. Interne haat, ruzie, strijd, mensen weg, afsplitsingen. Hoe gaat Groep de Mos voorkomen dat dat ook bij deze partij gaat gebeuren? Nou, Groep de Mos oudere partij gaat dat heel simpel voorkomen. Wij zijn een vriendenteam met 35 kanjes die allemaal elkaar door dik en dun steunen. Hij kent de Hagenees. Hij kan goed praten met de Hagenees. Ze verstaan hem. Dat is het belangrijkste. Verstaan hem. De bovenverdieping van een historisch huis in Lisse is vannacht volledig uitgebrand. Het vuur werd kort na 3 uur ontdekt door een medewerkster van een verzorgingshuis tegenover de brandende woning aan de Berkhoutlaan. De 2 bewoners werden gealarmeerd en konden het huis veilig verlaten. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de bovenverdieping niet meer te redden. Op de begane grond is vooral veel waterschade. Het laatste stukje van het ADO-stadion in het Haagse Zuiderpark verdwijnt de komende dagen. Vandaag begint de sloop van de tribunes van het roemruchte stadion. Sinds 1925 speelde ADO in het stadion in het Zuiderpark. In 2007 verhuisde de voetbalclub naar een nieuw onderkomen in het Forenpark. Het oude ADO-stadion maakt plaats voor de sportcampus Zuiderpark. Dit is een sport- en leercomplex voor topsporters en amateursporters. Elke week in West Safari gaan 2 verslaggevers de regio in op zoek naar mooie verhalen. Deze week zijn het Rob Vlastuin en Arbel Eschet met hun 2 kale mannen klein nieuws ophaaldienst. Vandaag zijn ze in Den Haag om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen voor het Holland Dance Festival. Wij zijn 2 kale mannen van het Kleine Nieuws ophaaldienst. Ja. Wij zijn op zoek naar nieuws. Nou, volgens mij hebben we wel nieuws hier in het Corso Theater. Ja, vertel. Holland Dance Festival, dat gaat zaterdag beginnen. Er wordt nu geoefend. Bijna, ze zijn net aan het binnendruppelen en Jury staat op dit moment koffie te bestellen. Wie is Jury? Hallo. Ben je al lang bezig met deze voorstelling? Ja, wij zijn sinds november zijn we bezig. Is usual warming up? Yeah, kind of. Every day goes a bit different depending on the body, but yes. Where do you come from? I come from Portugal. Portugal. Another one from Portugal. Yes. How come? In Portugal there are not so many schools. No, it's not really good point. Good place to be working at the moment in Portugal. So. Kom je ook uit Portugal? Nee, Canada. En zit er ook nog dansers uit Nederland bij? Nee, eigenlijk niet, nee. Hoe komt dat? Hier in Nederland, we hebben zoveel artiesten die van de hele wereld komen. En als je kan kiezen uit de hele wereld, is dat beter als alleen uit Nederland, toch? Helaas kunnen we niet bij de repetities zijn, want Jury heeft het nogal druk. Maar er zijn gelukkig heel veel camera's in het gebouw. Ziet er goed uit. Goedemorgen. Jullie zijn druk bezig aan het vergaderen, begrijp ik. Ja, het gaat beginnen zaterdag, dus we zijn net het gala aan het bespreken. Moet u nog veel doen? Ja, moeten we nog veel doen? Nee hoor. Nee. Hoeveel acts komen er eigenlijk tijdens het Holland Dance Festival? Volgens mij zitten we op 37 of zo in totaal qua acts. Wachten we 200 dansers om deze kant op te komen. Welkom, I'm Mariah. Ah, oh, please meet nice you, Mariah. Nice to meet you. Hello. All the way from? All the way from Auckland, New Zealand. Cool. Yeah, so. We've been traveling for quite a long time. 2 days. See you soon. wat zijn jullie dan aan het doen? Intellectueel werk aan het doen. Ik zie het. Zakjes. Haagse hopjes. Met Haagse hopjes. En waar is dit dan voor? Die zijn voor de dansers, hè? Nou, we hebben er hier 100, we hebben er in totaal al 300. Dus nog 200 te gaan. Zo, dat is 1. En tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws kunt u terugvinden op onze website omroepwest.nl, op onze app voor tablet en mobiele telefoon en op 89.3 Radio West. Een prettige dag vandaag. Dag.